graag naar raak. Ja. Hey Suzanne, leuk dat je er bent. Ik heb jou gevraagd. Ik doe heel veel ums, merk ik. Oh, dat is leuk, hè? Dat je dan jezelf terugziet op scherm en denk je, oh, ja. Ja, daar hebben we weer. Ik ga weer opnieuw beginnen. Dit is gewoon de blooperkans. Nee. Nee, hey Suzanne, leuk dat je hier met mij bent. Ik wilde je heel graag wat vragen over onze samenwerking. En daarmee zou ik willen beginnen met te vragen of jij iets over jezelf kunt vertellen en je bedrijf. Oh, over mij? Ik dacht, het gaat over jou. Ja. Nee, het eerste is over jou. Wie jij bent, wat je bedrijf is, dat is leuk. Ja, wat mij, eigenlijk is dan misschien wel leuk om te beginnen met wat mij eigenlijk drijft, is mensen helpen hun verhaal te vinden en te vertellen, zodat het voor zichzelf, zeg maar, heel duidelijk wordt en daarmee ook voor de omgeving van mensen. Ja. Nou, dat klinkt misschien nog een beetje vaag, maar het is eigenlijk alles in de hoek van persoonlijke ontwikkeling en dan niet alleen maar heel erg graven van wie ben ik en wat kan ik. Maar ook dat naar buiten brengen. Dus het persoonlijk maken, maar ook heel tastbaar, zodat je het ook kunt delen met de buitenwereld. Ja. En tadaa, link, hè, met foto's. En dus dat op persoonlijk vlak. En ja, heel veel mensen werken natuurlijk ook in teams. Dus ook de teamontwikkelingskant daarbij vind ik heel erg leuk. En dat doen we eigenlijk vanuit Kairos, ja. Nou ja, samen met jou in de vorm van een coverworkshop. We maken ook hele magazines. We doen het ook met teams, dat we een team magazine maken. Of losse covers van een heel team bij elkaar. En alles wat er omheen zit. Veel te veel op te noemen. Maar, nou, als iemand dan kijkt, moeten ze vooral naar Kairos Consultancy. Is het .nl of .com? .com, ja. .com, dus kairosconsultancy.com. Het is een heel fijn familiebedrijf met een aantal aanverwanten zo er aan vastgeplakt. Mag ik Feels dat zo like zeggen? Family zeggen we altijd, hè? Wat zeg je? Feels like family zeggen we altijd. Dus, we werken graag met mensen waar we goed mee overweg kunnen. En wat echt als familie voelt. Als je meedoet, dan doe je ook echt mee. Ja. Dus dat is ook heel fijn. Dat voel ik ook zo. Daarom ben ik ook zeer gehecht. Ik vind het ook gewoon heel erg leuk. Ik was benieuwd, want in het begin van onze samenwerking weet ik dat hoe het tot stand was gekomen, was dat een vriendin van mij had een Daily Life gepost en jouw zus, die zag dat en die dacht, hey, wellicht zou zij wat kunnen doen. En toen ben ik in gesprek gegaan bij jullie. En ik was ook benieuwd waarom jullie op zoek waren naar een professionele fotograaf. En hoe dat ging. En waarom je uiteindelijk voor mij hebt gekozen om bij jullie familie te komen. Zou ik maar zeggen. Te horen. Ja, dat is grappig. Dat klopt inderdaad dat het zo gegaan is. Fotografie is natuurlijk een belangrijk onderdeel, zeker in die coverworkshops en bij die magazines, omdat het gaat om het verhaal, maar een beeld vertelt natuurlijk heel veel van een verhaal. En we hebben zelf, we kunnen zelf ook best foto's maken, maar op een gegeven moment wordt je standaard steeds hoger eigenlijk, je wil steeds mooier en dat lukte ook heel goed. Toen dachten we, met echte professionele fotograaf erbij, die echt dat als vak heeft om mensen mooi op de foto te zetten. Dan kunnen we nog net even dat extra meer geven. En ook gewoon, we waren met die coverworkshops bezig en het liep hartstikke goed. Op een gegeven moment, het loopt hartstikke leuk om te doen, maar je kunt er niet 5 in een week draaien, want je geeft alles en dat kan niet 5 dagen in de week. Nee. Dus ook gewoon om het team uit te breiden. Ja, en toen kwam jij inderdaad, zo doen we dat, hè? Dat komt allemaal via voorbij. Het is niet dat wij advertenties gaan plaatsen en een selectieprocedure doen. Het is echt, me ontmoeten en als er een klik is en het gaat goed, dan is dat het. Ja. En zo ging het jou ook. En ja, je bent wel toch wel een van de toppers. Je maakt echt super mooie foto's. Dus vandaar, hè? Welcome to the family. Ja, ik... zo leuk. Hadden jullie twijfels van tevoren om in ieder geval de samenwerking met mij aan te gaan? En wat waren die dan? Twijfels? Wij kijken altijd gewoon in de praktijk van hoe gaat het? Ja. Wel één keer. Dit is echt
under pressure werken. Hè? Het is hard doorwerken in dat moment. En na het begin dacht ik wel, oh, dat heb ik bij iedereen gehad. We zaten zelf ook aan het begin met stoom met onze oren, kwamen we uit die workshops vandaan. En dan zaten wij inmiddels in de routine en dan kwam jij nieuw en dacht je, oh ja, oh, we moeten even zorgen dat ze de stress aan kan. En nu is dat geen enkel probleem meer. Dat is gewoon gewenning. En je stapt in de rijdende trein en je moet gelijk in volle vaart mee. En dat realiseren we ook wel, hoor, dat we dat van mensen vragen. En hij was bij jou niks anders. Dat is aan het begin even, hoe gaat dit? En daarna wordt het zo, ja, gaat het zo vanzelf dat het gewoon ook steeds leuker wordt, omdat het gewoon steeds makkelijker gaat. Ja, ja. En wat ik altijd het allerleukste vind, is als zo'n... sowieso is het natuurlijk een workshop en echt een hele good feel. Ja, ik wou zeggen niveau, maar... Het is heel positief, heel, ja, heel energiek. Ja. Heel energiek, heel positief. En als fotograaf moet je inderdaad behoorlijk aanpoten. Maar dan komt de unveiling, de podium, waarop die mensen dan hun eigen cover zien op het laatst staan. Dan is het echt, dat is altijd, ik vind het altijd zo tof. Ja, dat is het wel waard, hè? Dat je even door hebt moeten pakken. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Hey, en als jij zegt van, iemand zit hier naar te kijken en die zegt, waarom zou je met mij, Sandra, stopfotografie, moeten samenwerken of willen samenwerken? Wat zijn dan de voordelen en wat heb jij het idee van, dit is jouw unieke waarde of kracht, dit is jouw stijl en aanpak en... Nou ja, ten eerste, ja, daar kan je gewoon niet omheen. Natuurlijk gewoon de kwaliteit van je foto's. Die zijn echt, is echt supergoed. En ik vind het zelf ook heel leuk, want nou ja, een aantal jaren terug dacht ik gewoon, oh, het zijn allemaal mooie foto's. Maar ik kan nu echt heel goed ook verschil zien in, hè, we werken natuurlijk met verschillende mensen die de foto's maken. Ik kan echt jouw stijl er zo uitpikken. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus je hebt echt een eigen stijl. En ook je, ja, hoe je de foto's dan soms nog net een beetje bewerkt. Hè, dat kleurgebruik, dat springt er echt uit. Ik vind dat echt... supermooi. En kan je die stijl nog een beetje omschrijven of is dat lastig? Het is ten eerste heel scherp. En het is, wat is dat? De verzadiging of zo, of het contrast gooien net een klein beetje omhoog, waardoor er extra veel kleur uitspringt. Ja. Misschien soms nog wel iets meer dan dat het in het echt is, maar dat komt zo mooi op beeld over. Dat de mensen echt van dat scherm af... springen, zeg maar. Dus dat vind ik echt heel mooi. Je doet het gewoon leuk. Weet je, het is een hele informele workshop die we hebben. En ik heb zelf ooit een keer, nou, de eerste ervaring die we in dit hele proces hadden, was een hele saaie fotograaf, weet je, en dan slaat alles dood. En dat kan gewoon niet. Het moet een beetje mee in de, ja, in het ontspannen. En ik geloof dat ook echt als mensen een beetje ontspannen en gewoon leuk hebben, want eigenlijk vindt bijna niemand het leuk om op de foto te gaan. Ja, nou ja, geposeerd dan. Op gemak, het is geposeerd natuurlijk in zo'n workshop. Ja. Dan zeggen heel veel mensen van, ja, ik sta er het beste op als ik, ongemerkt, zeg maar. Maar ja, dat gaat niet in die workshop. Dat is gewoon echt wel een momentje voor de camera. Ja. En dan moeten ze zich toch een beetje op hun gemak voelen, want anders dan krijg je die stelfoto's, weet je. Van, ja. Ja, en het is ook echt inderdaad, je hebt maar 3 minuten tot 5 minuten... En dat is echt max per persoon. Ja, zoiets. Ja. Ja. Ja, dus de snelheid absoluut ook, hè? Want die is wel heel belangrijk. Want je kunt niet in die paar minuten zeggen, oh, nou heb ik 3 foto's gemaakt, kies maar. En mensen zijn toch gewend, nu met digitale fotografie natuurlijk, dat er veel te kiezen valt. Ja. En dat is wel belangrijk ook, dat ze zelf het gevoel hebben van, ik mag kiezen. Ja. Maar wel uit hele mooie foto's. Hey, en... het is natuurlijk duidelijk dat ik voldoe aan de verwachtingen die jullie in ieder geval hebben aan je fotograaf. Want dat zeg je ook en dat straal je uit. En dat vind ik onwijs fijn om te horen. Maar hoe vind jij het? Even, ik doorbreek je interview even. Ja. Even andersom. Ik vind jullie workshop daar, dit is een van de leukere dingen, zeker geposeerd, hè, werk, mm-hmm. wat ik doe. Ik vind, ik bedoel, het is knoepertje hard werken soms, of eigenlijk meestal, maar het is zo ontzettend leuk om te doen. Die cover workshop, dat weet je, en die magazines, ik heb dat gewoon, ik vind het zo'n mooi product.
Ja, want dan zeg je iets. Je doet niet zo heel veel geposeerd werk, toch? Het meeste is day in the life of events. Dat zijn mensen een beetje, als ze zich een beetje onbespied waren eigenlijk. Hè? Ja, ja, precies. Nee, ja, ik doe ook wel portretten. En ik word ook wel, alleen daar adverteer ik niet heel vaak mee. Want dat komt eigenlijk meestal vanzelf op mijn pad. Dus dan vinden ze het via mijn website. Dus ik hoef daar ook niet heel veel over te adverteren, zeg maar. Wat ik leuk vind om dit ook, deze review ook met jou te doen, is juist omdat jij mij ziet ook in geposeerd werk, maar ook gewoon in de hele omgang. Ja. Wel, en ik denk dat, en ik ben natuurlijk niet anders dan wanneer ik geposeerd werk doe, of wanneer ik op een event sta, of wanneer ik in daily life ben. Ja, maar je hebt wel een iets andere rol. Wel in die zin actiever. Ja. Dat je mensen op hun gemak moet stellen dat ze ook ontspannen op die foto komen. En anders ben je toch iets meer vlieg aan de muur en maak je de foto. Hè? Dus niet van jongens, ga eventjes poseren. Dat maak je juist. Nee, dat doe ik niet. Alleen met de Day in Life en het evenement. Het is niet zozeer dat ik een fly on the wall ben. Want ik ben er namelijk wel. Dus als er mensen dingen aan me vragen of kinderen verwachten of vragen wat aan mij, dan interacteer ik wel. Want op het moment dat ik niets zou doen, dan wordt het awkward. Ja, dan wordt het heel ongemakkelijk. Dan denken mensen, heel ongemakkelijk. Daar is toch iemand? Ja, precies. Ja, precies. Is die persoon? En dan wordt die camera een ding. En omdat ik dat juist niet doe, is de camera geen ding. Is mijn ondervinding. Ja, dan zien ze jou in plaats van je camera. Ja. Ondertussen klik jij lekker door. Ja, precies. Precies. Hey, dus ik vroeg me af wat voor reacties je wel eens op de foto's hebt gehad. Die zo voorbij zijn gekomen op de cover workshop. En ik zie daar Brandon staan. Die heb ik volgens mij ook gemaakt. Kan je het zien, ja? Oh, ja, Brandon. Ja. Ja. Die mag je wel even laten zien. Dat vind ik wel echt tof. Kijk, mensen, dit is als je met Kairos een magazine gaat maken, moet je kijken. Een mooie foto ook. Ja, maar het is zo. Ja, maar gewoon. Kijk, ik heb het hier ook. Hier zitten de mijne. Papa! Oh, mijn is nog steeds niet af, mijn tweede. De eerste durf ik niet meer te laten zien. Ja, nou, superleuk. Het is zo mooi. En het grappige is, Suzanne, dat op het moment dat ik. Dus ik heb een aantal van die branding aanvragen gehad. En ik ben bij een paar echt op bezoek gegaan. Dus ik ben voor een kennismaking. En dan neem ik mijn magazine mee. Ja, je blad mee, ja. Neem ik mijn blad mee. Die laat ik daarachter. Ja. En er is zelfs, had ik op een gegeven moment een compliment te pakken van een van hun. Op de allereerste afspraak. Jij bent echt een merk. Jij bent een relatiemanager. Ja. Ik dacht, dat is fijn. Yes. Maar dat helpt, zo'n blad helpt daar ook echt mee, hè? Want dan daar laat je ook echt even wat zien. Ja, ja, maar het is ook, en het is heel persoonlijk. Of tenminste, het kan heel persoonlijk zijn hoe je het zelf natuurlijk maakt. Maar het is een waanzinnig mooi middel. Ja. Hey, maar even terug naar inderdaad hoe mensen reageren. Ja, daar ben je natuurlijk zelf bij, hè? Mensen zijn altijd super enthousiast over de foto. We hebben ook altijd mensen die vragen, stiekem nog van, ja, maar je had nog een paar meer. Wil je me die ook nog toesturen? Nou, dat doen we natuurlijk meestal gewoon. Voor heel veel mensen, die gaan niet zo vaak professioneel op de foto. Als je ook op LinkedIn kijkt, nou, dan zie je nog steeds best veel mensen gewoon met vakantiekiekjes of foto's van 5 jaar geleden, waar je echt denkt van, oké, toen had je nog lang haar, nu heb je korte, dat soort dingen. En dat zie je gewoon nog steeds heel veel, ja. En dus gewoon dat moment dat ze dan een mooie foto van zichzelf hebben. En meestal zie je ze aan het begin van de dag van, nou, als ik dat maar gehad heb, hè. En aan het eind van de dag denk ze, yes, nou, ik kan weer een paar jaar vooruit. Ik heb een mooie afbeelding van mezelf. Dus ja, die zijn echt altijd super positief daarover. Het is ook echt wel een groot deel van de toegevoegde waarde, denk ik, van de hele workshop voor mensen, dat ze een mooie foto hebben. Ja, afgezien van alle mooie. Want mijn motto, die had ik wel zo'n beetje. Die echt is leuker dan perfect. Maar jullie hebben mij echt geholpen met de rest daarvan. Ja, tuurlijk. Dat is, maar omdat het het meest zichtbare is, is dat het makkelijkst voor mensen om te pakken en om te onthouden ook. Ja. Maar het leukste is als ze de hele, dat doen ze ook vaak, hè, op LinkedIn de hele cover zetten. Dan heb je het beide. Dan heb je het plaatje en de inhoud erbij. Dat is uiteindelijk het mooiste.
Ja, waanzinnig leuk. Hey, en aan wie zou je mij aanraden? Oh jeetje. Ja, jee, aan wie niet? Ja, ik vind jouw day in the life fotografie echt hartstikke mooi. Echt geweldig. Dus ik denk voor gezinnen, nou ja, als er iets bijzonders, nou nu, overal speelt nu iets bijzonders hè, in deze tijd, is het denk ik gewoon heel waardevol. Als je zelf, ik zie toch ook stiekem, ik ben kritisch hoor, ik zie best veel mensen die maken foto's en denk ik, ja, maar hier word je helemaal niet blij van. Dus als je zelf echt helemaal geen foto's kan maken, dan is het natuurlijk geweldig om een keer zo'n hele mooie serie te hebben die gewoon wel echt de essentie weet te pakken. En dat het er mooi uitziet. Dus ja, gezinnen zou ik zeggen. Maar die events, ook nu is dat allemaal natuurlijk heel bijzonder. Ja. En er kunnen maar zo weinig mensen aanwezig zijn. Natuurlijk kun je alles met die videoverbindingen. Maar als je dat mooi in... ik ben zelf meer van foto's dan van filmpjes, merk ik. Ja. Ik vind filmpjes altijd ben zo ongeduldig, te lang duren. Foto's kan ik zelf zien en kan het verhaal invullen. En anders dan is het al helemaal het hele plaatje al gemaakt, zeg maar. Dus ik vind dat zelf heel mooi. Dus ook van evenementen of toch bijeenkomsten die er nog wel zijn. Ik vind het heel mooi om dat zo te kunnen zien. Naast gewoon de videoverbindingen die er zijn. Ja, en ik had laatst toevallig een paar branding sessies. Waarbij we dus gaan werken aan het verhaal wat ze willen vertellen. En ik ook echt naar workshops ben geweest die ze hebben gegeven. Oh ja, om daar wat vast te leggen. Ik had volgens mij, voordat wij dit filmpje begonnen, vertelde ik over Job met zijn worldmeetings.com. Echt ook naar Hotel Indigo geweest in Den Haag. Ja. Dat was een oude dépendance van de Nederlandse Bank ooit. Dus we hebben echt in een kluis gezeten. Ja, ja, superleuk. Echt heel tof. Ja. Maar dan ook niet... het is... De meeting... ze hebben daar een meeting gedaan met hun mensen, zou ik maar zeggen. De meeting ging ergens over. En ik maakte de foto's. Ja. Weet je, zo leuk. Dat is ook day in the life, maar day in the life zakelijk. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, want vaak, je hebt vaak weinig foto's ook van... Wij geven natuurlijk heel veel workshops en zelf klikken we wel wat of zo. Maar dan stel je foto op of zo. Ik zou ook graag een keer echt met jullie mee willen lopen. Ja. Alleen maar me richt op het verhaal vertellen hoe jullie die workshop doen. Maar misschien kan ik dat een keer met jou en Annette doen. Als jullie met z'n tweeën zitten. Moeten we wel eerst weer een keer live draaien, maar ja. Volgende maand. Komen. De workshop die fantastisch. Loopt fantastisch. Ja, absoluut. Online foto's is niet zoveel aan, dus maar offline is dat zeker wel. Want ja, je klikt zelf wel wat, maar dat is echt niet hetzelfde gewoon. Dat is een beetje, wat ik net zei over... Nee, want even, we zitten dit gesprek natuurlijk te doen in coronatijd. Laten we dat even benadrukken. Ja. En al die cover workshops zijn natuurlijk echt offline. We doen hem ook online. Ja, jullie doen het ook online. Een keer online gedaan, maar dan moeten foto's dus toch wel offline, apart. Want dat kan, anders moeten mensen zelf iets aanleveren. En dat is gewoon niet zo leuk. Nee, precies. Nee, wat ik wou zeggen was, want jij zei van, dan moet het weer gaan komen. Dat is ook zo. Maar ik wil ook heel even echt heel goed benadrukken dat het voor de coronatijd heel goed liep. Ja, dat maakt het ook zo jammer. Het liep als een trein gewoon. Trein. En er zat zo'n stijgende lijn in. Mensen allemaal super enthousiast. En dan komt toch de twijfel van we kunnen niet... Maar dat gaat weer komen, Suzanne. Dat komt wel weer. En dan gaan we full steam ahead met al die 10 dingen. Want dat hebben ze nu, hebben natuurlijk ook het gros missen, dit soort activiteiten. Ja, absoluut hoor. Ja, en we hebben in de tussentijd toen even toch best wel wat mocht. Hebben we een heel aantal gedraaid. En mensen ook weer helemaal, fijn. Wel op afstand, dus ook best wel gek natuurlijk. Maar mensen allemaal juist extra blij dat het dan toch kon. En dan nu is het weer zie je wat leuk. Hey, ik ga afronden. Ja. Want, we kletsen gewoon nog een uur vol. Ja, precies. Misschien moeten we er een soort podcastachtig ding van maken voor de volgende keer. Dus dat ga ik nog even met jou bespreken. In ieder geval wil ik je heel erg bedanken voor de tijd. Dat je dit voor mij wilde doen. En, super graag gedaan. Dit is ook voor mij net zo leuk als voor jou. Hè? Dus. Ja. Nou, je mag...